Ja,
kook, kan het zwarte water dat hij beneden meent te horen blaffen tot aan de andere kant van de wereld reiken. En een drenkeling gaat maar zo lang te water tot hij spreekt. En ik hoor hem zo graag vertellen over zijn spoken, zijn paarden, zijn zeesterren, zijn begoochelingen en hoe hij het zonlicht opraapt om de mensen te verblinden, hoe hij de schaduwen sprokkelt voor de dingen die nog moeten komen. Want het vergaat de schaduwen zoals de weerspiegelingen in het water. Ze zijn getuigen van het bestaan van iets. Van wat? We weten het nog niet. En dat zint de kunstenaar niet. Want hij wil weten. Maar wil hij niet veel eerder zien? Zien wat er op het doek gaat gebeuren. En als het anders uitvalt dan hij gedacht heeft, blijft er maar één alternatief: verder schilderen, maar onder protest. Ver zal hij er niet mee komen. Hij is slechts een luidkeels protesterende worm. Een dromende krekel. Aangenomen dat er drie soorten mensen bestaan. Drenkelingen, luidkeelse wormen en dromende krekels. En wat vreemd is, is angstaanjagend, is te mijden. Het onbekende, het niet rangschikbare, het nergens bijhoren, dat is dus de enige verontrustende zekerheid die een kunstenaar heeft. Dit wij nog. Wij zijn er lang blij dat we dingen te zien krijgen die we zelf niet kunnen oproepen. Artiesten kunnen dat dus wel, of ze nu willen of niet. Confiné dans leur solitude extrême, opgesloten binnen hun eigen tot het uiterst gedreven eenzaamheid, in de ban van de kwikzilveren begoocheling, gevangen als licht in een parel. Philippe, mijn vriend. En Sylvain, tegen welke muren leunt hij? En ik loop, gespreide vingers, s'nachts door de straten, denkend dat ik al blind ben. Marche mon cadavre, marche ma poupée. Straks komt er nog een concert van een gitarist, maar de man is een gitarist. Thank you.